De zon gaat schijnen ook eigenlijk voor Oud-Gastel wel, want we staan hier bij een bijzonder project voor Oud-Gastel. Ja, inderdaad. We staan zeker bij een bijzonder project. We zijn hier op de locatie van de voormalige Bernardusschool. Op de achtergrond zie je ook de kerk en het oude klooster. En zoals al eerder aangegeven zijn we hier bezig met een stukje nieuwbouwontwikkeling. En vandaag hebben we de realisatieovereenkomsten daarvoor getekend. Dus zeker een mooie mijlpaal in het project. Dus dat betekent dat het nu van start gaat. Wat gaat er hier zoal komen? Nou, het idee is altijd geweest om hier een kwalitatief mooie wijk van te maken, gemixte wijk, met ook gemixte woningen, zowel voor ouderen als jongeren, levensloopbestendig. En in die mix zijn we geslaagd, we hebben ook heel actief uitgezet in de markt en we hebben Calliste, de partij waar we nu mee gaan ontwikkelen, bereid gevonden om dat inderdaad conform die uitgangspunten ook te ontwikkelen. En wat voor belang heeft dit voor Oud-Gastel? Nou, sowieso, het bouwen in de huidige tijd is van belang. Zorg dat de leefbaarheid in de dorpen blijft bestaan en ook wordt verbeterd en gestimuleerd. En dat doe je onder andere door woningbouw. Dus het toevoegen van extra woningen waar ook echt vraag naar is. Want mensen staan echt in de rij voor het project. Niet alleen dit project, ook andere projecten. En dat betekent dat Oud-Gastel dus gewoon verder kan groeien en uiteindelijk de leefbaarheid ook op peil gehouden kan worden. En ook dat een terrein waar eigenlijk niets mee gebeurde, dat het weer opnieuw nieuw leven in wordt geblazen. Nou, zeker. Kijk, met de transformatie van, of eigenlijk de ontwikkeling van de nieuwe brede school, hè, in Oud-Gastel, zijn er twee voormalige scholen zijn daarmee vrijkomen te staan. En natuurlijk moet daar een nieuwe bestemming aan plaatsvinden. En juist op deze locatie is het heel leuk om te vertellen dat een gedeelte van de oude school ook bewaard blijft. En eigenlijk wordt getransformeerd, omgebouwd naar woningen. Dus eigenlijk de uitstraling van vroeger blijft een beetje behouden. Aangevuld met een totaal nieuwe woonwijk eromheen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En voor de woningmarkt dus ook heel erg belangrijk. Is al een beetje zicht op wanneer dat er gestart gaat worden? Nou, op dit moment zijn we met de voorbereiding natuurlijk bezig. We hebben nu de realisatieovereenkomsten met elkaar getekend. Er wordt heel hard gewerkt aan het bestemmingsplan. Dat zal een deze dagen ook door het college worden vastgesteld. En voorbereid ter besluitvorming naar de raad. Gemeenteraad. En als we daarmee klaar zijn, ja, dan kan er uiteindelijk de schop in de grond. En kan er gebouwd gaan worden. En dan staan we hier weer? Ik hoop het. Ja, zeker. Ik kijk er in ieder geval naar uit.